We staan hier met z'n allen voor ondertussen in Enschede met 3 top softbalspelers en we gaan hem wat vragen stellen. Hoe oud was je toen je begon met softballen? ik was dus 9 jaar oud, geloof ik. En jij? 7 jaar. En jij? 5 jaar. Zit het softbalspelen in de familie bij jou? Ja, mijn broer die heeft altijd gehonkbald en vandaar ben ik er ook op gegaan. Hoe ben je eigenlijk bij Jong Oranje terechtgekomen? Nou, al die meiden van mijn team, of nou alle, die zaten al in Jong Oranje. En toen ben ik gevraagd of ik mee mag trainen en toen kwam ik ook in de selectie. Wat vinden jullie tot nu toe het leukste aan softballen? Ja, de wedstrijden natuurlijk en de combinatie, want je hebt heel veel verschillende soorten dingen. En gewoon het team waarmee je speelt, dat vind ik zelf het leukste eigenlijk. Jij dan? Ik vind het leukst dat het een teamsport is, dus als iemand iets fout doet, maak je met het hele team het weer goed en je stuurt niet alle nadruk op één persoon. Jij hebt toch volgens mij ook stage gedaan hier bij TV Enschede? Vond je dat jammer om te stoppen? Ja, aan de ene kant wel. Ik vond het heel leuk om te doen en je leerde heel veel mensen kennen. Maar ja, ik kon het niet echt meer combineren met school en softball en alles. Hoe vaak moeten jullie trainen in de week? Op dit moment 6 keer en straks gaan we weer naar buiten, dus dan wordt het 8 keer. Nou, op dit moment train ik 2 keer in de week en als het seizoen begint 4 keer of zo. En jij? Op dit moment 4 keer en als het seizoen weer begint 8 keer of zo. Heb je dan nog wel steeds tijd om leuke dingen te doen? Nou, er blijft niet zo heel veel tijd over, maar je moet gewoon tijd vrijmaken voor je vrienden en dat lukt wel. Maar zitten jullie nu met z'n allen in een team bij Jong Oranje? Of, Nee, ik zit 1 team hoger, want ik ben iets ouder. Ja, en ik zit in Jong Oranje Wit, dat is gewoon voor mijn leeftijd dan. Want ik ben een jaartje jonger als hun. Hoe kennen jullie elkaar dan? Ja, ik heb hun leren kennen via softball. En ik denk dat het nu... Ik ken Elise al 8 jaar, denk ik. En... Oké, iets langer. En ik ken Annemiek... 6 jaar, 7 jaar. Is er iemand van jullie die echt iets wil bereiken met softballen? Ja, ik zou op zich wel het Nederlands team willen komen en uiteindelijk naar Amerika. Maar ja, okay. Dat ligt er een beetje aan hoe het gaat. Gewoon leuk, gewoon voor erbij. Dus niet echt dat jullie echt al een droom hebben van grote softballer worden? Nou, je kan niet echt je geld ermee verdienen of zo. Dus ik denk het A-team, het Nederlands team is het hoogste wat je kan bereiken ongeveer.